Oh, sorry. Met mijn publiek. 3, 2, 1. Allereerst willen wij natuurlijk onze wethouder Harry Dijkstra heel hartelijk bedanken voor het feit dat hij ons heeft uitgedaagd voor deze challenge. En sportief als wij zijn, gaan we natuurlijk die uitdaging niet uit de weg, dus gaan we daar ook uitvoering aan geven. Niet in de laatste plaats, omdat ALS, en dat is natuurlijk een serieus onderwerp, en helaas nog steeds dodelijke ziekte is, een hele ernstige ziekte. En we vinden ook dat je alles moet doen om het onderzoek te ondersteunen, om naar de toekomst de mensen met ALS hopelijk een beter perspectief te bieden. Dus daarom zullen we die uitdaging heel graag aannemen. En natuurlijk dragen we die ook over aan een aantal andere mensen. Nou, wij werken ook vanuit onze ambtelijke organisatie heel goed samen met de gemeenteraad en het college. Maar het college is al aan de beurt geweest. Dus wij nomineren onze fractievoorzitters uit de gemeenteraad. En ik doe dat richting Bertus Reinders van de combinatie gemeentebelangen. En Annemieke Smit van de fractie PvdA. Ik wil graag nomineren Monique van Vreeswijk van GroenLinks en Willem Bartels van de VVD. En ik wil graag nomineren de fractievoorzitter van de CDA, Mirjam van der Ven, en Arie Vonk, fractievoorzitter van D66. En ik denk, mannen, nu genoeg gepraat. We hebben een deskundige op het gebied van water in ons midden, René Mensen, en die zal de uitvoering geven aan de challenge. Zeker René, aan jou. Ja, zeker weten. Ga je gang. Oh! Dankjewel, René. Ja, dankjewel. Oké. Nou, Lekker. Ik kan het best hebben. Nou, dankjewel. En succes aan onze opvolgers. Ja.